Dit is Lasse Schöne, die op het laatste moment in de basisopstelling terecht is gekomen van Heerenveen. Want dat was nog helemaal niet de bedoeling. Maar Joey Veerman, die is op het laatste moment met de kuitklachten afgehaakt. En dat betekent dat de inmiddels 34-jarige Deen zijn opwachting gaat maken. In 2002 kwam hij aan in Friesland. Brak toen nog niet door in het eerste helftal. Maar nu, 19 jaar later, staat hij er gewoon in. Dat is niet de enige opmerkelijke naam in de opstelling. Voorin zien we Niekerheen. Namelijk, dat heeft alles te maken met de klachten die Henk Veerman heeft. Die heeft de hele week getraind op wat te harde ondergronden. Dat is het lichaam niet helemaal goed bevallen. Dat betekent dat Henk Veerman op de bank gaat starten. Heerenveen zonder de Veermannetjes tegen AZ. Hij is dapper. Korte mouwtjes. Makkeli. Je hebt van die mensen die niet zo vatbaar zijn voor de kou. Hier is Gudmundsson. Heel behoorlijk voetbalt eigenlijk de laatste weken. Maar kansen nog wel eens onbenut weten laten. Met name vorige week gebeurde dat in Emmen. Dat zorgde voor wat irritatie over en weer. Maar fijn, dat hoort ook allemaal bij sport en zeker bij voetbal. Geen verrassing in de opstelling van AZ. Stenks. Nogmaals Stenks. Wijndal, ja, dat is heel lastig. Je ziet het toch van de manier waarop die bal komt aanhobbelen en stuiteren om daar nog iets van te maken. Dat is heel ingewikkeld. Schöne. Nog altijd. Niekerheen. De bal niet kwijt. Kaip moest het wel op deze manier proberen. Liet hij even zijn technische bagage zien. Ruimte voor Karlsson. Karlsson, goede bal. Stenks, eerste echte kans van de wedstrijd. Openingsgoal voor AZ is ook gelijk daar. In twee instanties. Maar hij maakt zijn zesde van het seizoen. En AZ komt zo op voorsprong. Voorbereidende werk van Karlsson. Waarbij ook de afleidende rol van Wijndal niet kan worden onderschat. En dan moet je toch kiezen achterin. Stenks schiet hem binnen. Goede reflex trouwens nog van Mulder in eerste instantie. Die bal wordt aangeraakt door Bogniewicz. Prachtige parade van de doelman. Maar het is niet voldoende. Want hij valt weer voor de voeten van Stenks. Zoekerlaan staat Mietje over. Gudmundsson wat lichtzinnig. Datzelfde geldt voor Halilovic. En zo heeft AZ toch weer de bal met Wijndal op links. Wijndal zelf. En ik ben Mulder. En waarom ligt de Boadu in het 16 meter gebied? Dat zou je toch veronderstellen dat het niet helemaal vrijwillig is. Ja, boven in beeld dan gebeurt niet zo gek veel. Mietje. Ineens. Het zou je toch twijfel bij Mulder. Trezovic. Is het goed opgesteld? AZ weer met Stenks. Stenks nu zelf. En die raakt de buitenkant van de paal. Blijft het een beetje mistig natuurlijk wat hij hier nou precies mee bedoelde. Kelvin Stenks. Om het hier nou ineens een doel te proberen, dat lijkt toch onbegonnen weer. Dan gaat Karlsson nu vanaf de rechterkant. Stenks is ook in beweging. Boadu is voor het goal. Daar is Boadu. Die niet. Dan komt Wijndal er nog aangedenderd. En op de toelijn wordt het 2-0 voorkomen door Drezovic. Weer is een echt grote mogelijkheid voor AZ. Dat verbaast dan ook niet. Tweede helft begonnen met een voorsprong dus voor AZ. De goal was van Kelvin Stenks. 21ste minuut. AZ gaat verder met wat het grote gedeelte van de eerste helft gedaan heeft. Namelijk Heerenveen direct onder druk zetten. En dat levert ook gelijk een mogelijkheid op. Boadu binnendoor en penalty, zegt Makkeli. Want Van Hekken brengt de spits van AZ te veel uit balans. Het is snel gehandeld, daar is Boadu. Dan wordt hij inderdaad een beetje in de rug gelopen door Van Hekken. En dat vindt Makkeli voldoende voor een strafschop. Koopmeiners voor zijn 12e van het seizoen. En dit keer is het raak. Mulder
dacht nog wel een kans op succes te hebben. Maar Koop Meiners uiteindelijk met een grijns op het gezicht. En hij schiet AZ naar 2-0. Handig als aanspeelpunt. Zo kan Heerenveen wellicht doorgaan voetballen met Kaip. Niet alleen. Wijndal niet verrassen. Daarna nog Veerman. Veerman slalom. Veerman. Eerste echte kans. Nu er een echte spits in het veld staat voor Heerenveen. Maar hij staat op Bizot. Het is natuurlijk wel wat Heerenveen in de eerste drie kwartier absoluut gemist heeft. Het begon allemaal met Veerman al als aanspeelpunt in deze aanval. Maar uiteindelijk is hij ook eindstation. Congolo. Licht is op de hakken gelopen door Boadu. De vrije schop is voor Heerenveen. Voor Drezevic en oep! Bizot komt daar met de schrik vrij. Met een merkwaardige redding die net aan afdoende is. Hatsidiakos verdedigt, Siem de Jong. Wat tijd nodig, maar heeft hem uiteindelijk wel. Speel klaar. En dat is een goede voorzet. Nou, dan wordt het 2-1 door Lasse Schöne notabene. 34 jaar, terug in de Eredivisie. Na een avontuur in Italië bij Genoa. Dat zijn de routiniers die Heerenveen bij de hand nemen nu het zo moeilijk gaat. Eerst nog het uitverdedigen van Hatsidiakos. Dat verloopt allesbehalve optimaal. En dan legt Siem de Jong hem eigenlijk perfect neer. En staat Sugawara. Geen verdediger puur zang toe te kijken hoe Schöne zich slim los weet te werken. Goeie ingreep van Mitchell. 4 tegen 4. 4 tegen 3 zelfs als Mitchell tempo blijft maken. Want de Congolo geeft het min of meer op. Carlson naar Stenks. Stenks naar Boadu. Eeuw, hij mist hem van heel dichtbij. Schiet hij hem op de lat, Mairon Boadu, nadat AZ het eigenlijk voortreffelijk uitspeelt. En wat is het ineens vermakelijk in de tweede helft. Koop Meiners. Boadu staat daar nog na te treuren in het 16 meter gebied, maar dus ook helemaal vrij. Stenks. Daagt uit, Stenks. Stenks zelf of Boadu? Ja, het houdt een beetje in het midden tussen de voorzitter en de doelpoging. Zo'n kans die in je hoofd gaat zitten. Misschien ook wel net een paar centimeter buitenspel of op één lijn met de bal. Dat is op dit beeld eigenlijk niet waar te nemen. Ze spelen het uitstekend uit, maar Boadu verzuimt er hier 3-1 van te maken. Stenks. Boadu. Op het moment bediend. In de versnelling van Boadu komt er dan een nieuwe strafschop. Nee, dat vindt Makkeli dan toch te gortig. Te weinig aan de hand in dit geval om de bal op 11 meter te leggen. Kijken naar die versnelling van Mairon Boadu. Ja, de uitgestoken hand is er wel van Kaip. Maar waar het contact met Van Hekken voldoende was voor een strafschop, is dat in dit geval niet zo. Hey, twee duiven. Dat moet gezien de datum dan totelduiven zijn. Congolo. Van Hekken. De overtreding van Koop Meiners. Halilovic achter de bal voor Heerenveen. 2-1 de stand. Dat is een goede bal. En die karamoleert dan zo in de handen van Bizot. Van de knie van Bogdanovic. Het is toch een serieuze kans voor Heerenveen. Een beetje halverwege de tweede helft. Er staan er maar een paar buitenspel. Maar de vraag is of dat dan ook geldt voor de man die hem uiteindelijk op zijn knie kan. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel, Bogdanovic. Stenks. Muller met twee vuisten. Wijndal
heeft het al een keer geprobeerd in de eerste helft, maar het is zo lastig. Oh, foutje van Mulder. Ja, die zon, dat is echt een factor. Ik dacht dat die bal eerlijk gezegd hoog over de kop van Mulder zou zeilen, maar die valt ineens uit de lucht. Optisch bedrog, het leek richting de tweede ring te gaan, maar ineens valt die bal nog uit de lucht. En is Mulder hem even helemaal kwijt. Zet weer in balbezit. Hier gaat het mis daar in die opbouw. Wordt het nu uitgespeeld? Gudmundsson. Ja hoor, het is 3-1. Achterloos tikje van Gudmundsson. Die nauwelijks in beeld geweest is eigenlijk in deze wedstrijd. Maar wel voor de beslissing lijkt te zorgen. Er moeten hele gekke dingen gebeuren. 81ste minuut van de wedstrijd. Heerenveen beleeft een déjà vu. Want in de eerste minuut van de tweede helft ging het ook wel helemaal mis. Als er voetballers uitproberen te komen. En dat niet goed gaat. Bijna een kopie. Koopmeiners. Prachtige bal van Koopmeiners. Aboukhlal voor de 4-1. Daar moet het helemaal zelf doen. Mulder met de redding. Voortreffelijke lange paas van de aanvoerder van AZ. Echt een streep van achteruit. Zo in de loop bij de invaller. 3 tegen 1, daar valt niets op af te dingen. Vandaar ook de zuinige blik bij Johnny Jansen. Die weet dat de inbreng van Joey en Henk Veerman in zijn elftal, dat was al bekend, cruciaal is. En daar was vandaag maar weer eens een bewijs van.